Ik ben Bart Putman en ik ben routebouwer voor de Nacht van de Vluchteling in Arnhem. Mijn naam is Monique, ik bouw de parcoursen voor Utrecht en Haarlem. Mijn naam is Gijs den Oude, voorzitter van de Rotterdamse Wandelsportvereniging. Dus maak ik de routes in Den Haag en maak ik de routes in Rotterdam. Daar ben ik hier mee bezig. Een routemaker, sommige mensen denken van wat is dat nou? Nou, dat is een persoon die in het veld en thuis achter de computer gaat verkennen waar je nou zo leuk kan wandelen. En dan gaat hij naar van alles kijken als veiligheid wat betreft verkeer. Is het leuk om te wandelen? Is het interessant om daar te wandelen? En voor een routemaker is het heel belangrijk dat je dan kijkt van hoe bouw ik dat lekker aan elkaar. Want je wil natuurlijk alles zodanig weten verbinden dat je een mooie belevenis krijgt als deelnemer aan een evenement. En in dit geval de Nacht van de Vluchteling. Een goede route voor de Nacht van de Vluchteling. Ja, dat is natuurlijk een mooie uitdagende route. Zo'n omgeving als dit is ideaal voor een mooie route. Iedere keer zie je weer wat nieuws. Je moet het juiste aantal kilometers hebben voor de juiste doelgroep. Mooi en rustig. Niet door de stad, door woonwijken. Want we verstoren het liefst niet de nachtrust van iedereen. Maar eigenlijk is het nog veel belangrijker dat het je ook veilig is. Want we lopen 's nachts. En 's nachts kun je niet over onverharde paden lopen. Want de kans op ongeluk is dan veel te groot. Dus vandaar dat we dan ook dit soort paden zoeken. Verharde paden. Eventueel nog een lampje erbij. Maar dat is niet zo heel erg belangrijk. Want je kunt je eigen lichtje meenemen. Uiteindelijk komen we natuurlijk na allerlei voorbereidingen, het maken van routes en dergelijke, gaat de Nacht van de Vluchteling echt daadwerkelijk van start. En dan is het zo leuk om te zien hoe mensen de route ervaren, hoe ze daar lopen met elkaar. Mensen die elkaar niet kennen, toch met elkaar optrekken gedurende de nacht. En dat, ja, dat geeft ook een warm gevoel. En ik heb toch wel wat dingen meegemaakt op het parcours met wandelaars. Wat mensen spontaan, tijdens het wandelen, liep ik een stukje mee op, realiseerden waar ze mee bezig waren en daar verdrietig om werden. En zo blij dat ze dit voor anderen kunnen doen. En dat blijft mij zo ontzettend boeien om dit te blijven doen. Ik vind het geweldig. Maar wat me heel erg bijstaat is mensen die zelf een migratieachtergrond of een vluchtelingenachtergrond hebben, die dan mee gaan doen omdat ze het gevoel hebben van ja, ik heb nu bereikt dat ik hier veilig in Nederland ben, maar niet iedereen is dat gegeven. En dat ze dat zelf willen herdenken op deze manier en daar een steentje aan bij kunnen dragen, dat vind ik een heel erg mooi gevoel en mooi idee dat die dat doen. Wat ik heel erg leuk vond in het verleden, toen ik het parcours van Amsterdam bouwde, toen gingen we midden in de nacht met een pontje varen. En dat was echt super tof om te doen. En er waren toen ook nog twee routes, één van 10 en één van 20. En alle parcoursen die hadden dat erin. En dat was echt heel erg leuk om te doen. Bij de laatste editie van de Nacht van de Vluchteling, en toen had ik zelf een hele bijzondere ervaring. Ik liep voor, samen met mijn ex-vrouw op dat moment. Bij de eerste verzorgingspunt was mijn nieuwe vriendin. En ja, dat was een heel mooi moment voor mij om dat mee te kunnen maken. Dat die twee relaties zo ook met elkaar kunnen omgaan. En dat we elkaar toch ook op zo'n moment even konden steunen. Het gaf mij een warm gevoel. De nacht is zo mooi. Kijk naar het licht. Kijk naar de sterren, naar de maan die je overdag niet ziet. Het licht van het Westland, de donkerte van de nacht. De nacht is mooi om te beleven. Het is niet alleen wandelen tijdens de Nacht van de Vluchteling, maar de nacht is een belevenis.